Dag allemaal, ik ben Ilke. Ik ga jullie vandaag voortonen hoe je van een eenvoudig vaasje een super trendy interieur item kan maken. En we gaan daarvoor werken met kunstleder. De materialen die je nodig hebt zijn kunstleder, een lintmeter, textiellijm, een schaar, snijmesje en lat. En dan tot slot heb je ook een hamer en rivetten nodig. Ik heb ervoor gekozen om dit vaasje te decoreren en ik zie graag een hoesje van ongeveer 5 centimeter hoog. Voor de omtrek te bepalen gebruik je een lintmeter. De omtrek van mijn vaasje is 26 centimeter en ik tel daar 4 centimeter bij op. Die 4 centimeter zorgt voor het stukje dat hier zal uitsteken straks. Ik heb dus een lap van ongeveer 30 op 5 centimeter nodig. Ik maak graag gebruik van een dubbele lap kunstleder. Zo heb je eigenlijk twee mooie kanten. Hiervoor gebruik ik twee stukjes kunstleder die ik op elkaar kleef met textiellijm. Neem je lappen leder ruim genoeg, zodat je ruimte genoeg hebt om er straks een heel mooie rechthoek uit te snijden die aan alle kanten mooi afgewerkt is. Voilà, we gaan textiellijm aanbrengen op één zijde. En je mag dat gerust ruim doen. Hoe meer lijm, hoe beter. En nu gaan we dus de achterkant van de twee lappen op elkaar kleven. Heel stevig aandrukken. En nu kan je dit best ongeveer 10 minuutjes laten drogen. Voilà, de 10 minuten droogtijd zijn om. Ik ga nu hier een rechthoek optekenen van 30 op 5 centimeter. En ik ga dat vervolgens uitsnijden met een snijmes en een lat. Ik neem een plank om de tafel te beschermen. En ik ga eerst de rechthoek met een stiftje optekenen. 30 centimeter. Op 5. Ik maak gebruik van zo'n hobby snijmesje, omdat dat eigenlijk een heel mooie rand geeft, die zeker niet gaat uitrafelen. Als je dat thuis niet hebt, kan je gerust ook een superscherpe breekmes gebruiken. En moest je dat niet hebben, kan een schaar eventueel ook wel. Voilà, we hebben onze lap leder uitgesneden. Door het mesje te gebruiken heb je overal een superscherpe kant en is dat echt wel heel mooi afgewerkt. We gaan nu op 1 centimeter van de rand twee stipjes zetten waar dat we straks onze rivetten gaan plaatsen. Je mag zelf kiezen waar dat je de rivetten exact zet en hoeveel je er plaatst. Het is enkel belangrijk dat ze op 1 centimeter van de rand staan. Dus ik heb voor bovenaan en onderaan één stipje gekozen. Het is makkelijkst als je je leder dubbel plooit. En op die manier kan je makkelijk met een gaatjestang daar twee kleine gaatjes in ponsen. Als je dat thuis niet hebt, kan je gerust ook een nagel en een hamer gebruiken. En dat eigenlijk gewoon door je leder kloppen om een gaatje te krijgen. Voilà, zo zijn beide gaatjes volledig door. De volgende stap is het bevestigen van de rivetten. Rivetten kan je kopen in iedere doe-het-zelfzaak of in hobbywinkels. En die heb je eigenlijk in allerlei groottes en in allerlei kleuren. Ik heb gekozen voor goud, omdat dat wel een feestelijk effect geeft en mooi past op een feestelijk gedekte tafel met kerst of zo. Je gaat die aan beide kanten in één keer erdoor steken. En je klikt er van achter het achterkantje op. Zo. Als je rivetten gaat kopen in de winkel, is het wel belangrijk dat je op de hoogte let. Dus de hoogte mag niet al te veel hoger zijn dan je twee lappen kunstleder op elkaar. Je legt de onderkant van de rivet in de schelp. Dat past er normaal perfect in. En dan ga je de holle kant van je staafje daar ook bovenaan opzetten. Het is belangrijk dat je het perfect loodrecht houdt om de rivetten recht in te kloppen. Voilà, ons hoesje is eigenlijk al klaar. Ik ga een keer kijken als het past rond mijn vaasje. Spannend moment. Ja, voilà.
Dat past perfect. Ik ben alvast super tevreden van het resultaat. Als jullie er thuis ook mee aan de slag gaan, stuur ons gerust een foto van jullie creaties via de hashtag SamenFerm. En wil je nog meer crea-ideetjes, dan kan je ook altijd op de website terecht, www.samenferm.be. Veel plezier ermee!